De gemeenteraad van Veenendaal vormt het kloppende hart van onze stad. De raad komt één keer per maand bij elkaar om te vergaderen. Ook de wethouders en de burgemeester, die tevens voorzitter is van de raad, zitten bij deze vergadering. Samen discussiëren ze over allerlei zaken die spelen binnen onze gemeente. Bijvoorbeeld over de bouw van nieuwe huizen in Veenendaal. Over de verkeersveiligheid en doorstroming van de Rondweg Oost. Over de subsidie voor een jongerencentrum of over de vraag of de gemeente meewerkt aan het openstellen van winkels op zondag. De gemeenteraad, die momenteel bestaat uit 33 raadsleden binnen 11 fracties of partijen, is het niet altijd met elkaar eens. Dan wordt er gestemd en de meeste stemmen gelden. Burgemeester Kolf en zijn wethouders nemen alle besluiten mee en samen met de ambtenaren gaan ze vervolgens werken aan de uitvoering. De gemeenteraad is dus een hoog orgaan. Zij zijn de baas in onze gemeente. Elke raadsperiode duurt 4 jaar, want dan kiest u als inwoner van Veenendaal weer een nieuwe gemeenteraad. Uiteindelijk zijn alle inwoners van Veenendaal dus de echte baas, via het uitbrengen van een stem. Dat kan weer op 19 maart 2014. Ga dus vooral stemmen, want elke stem telt.